bij de week van het Noordic. Wij gaan deze week onze mooie school aan jullie laten zien. En dat doen we onder andere door jullie online lessen te gaan geven. Dus ik hoop dat jullie er een beetje zin in hebben. En natuurlijk ook dat het goed met jullie gaat. Ik ben mevrouw Mak. Ik geef beeldende vorming en techniek. Het zijn allebei creatieve vakken. Dus wij gaan vandaag iets creatiefs doen. Wat wij gaan doen is een bouwwerk maken. En omdat we natuurlijk allemaal thuis zitten, dan moeten we dat even een beetje op een creatieve manier doen. Met dingen die jullie thuis ook hebben. Dus wat heb je nodig? Je hebt nodig spaghetti en marshmallows. En als je die nou niet hebt thuis, wat ik me ook kan voorstellen, dan vraag je gewoon even of je ouders dat meenemen als ze boodschappen gaan doen. Dus gewone spaghetti en marshmallows. Maar wat is dat nou, een bouwwerk? Er zijn een heleboel voorbeelden. Denk maar aan een brug of een toren, maar ook een mast of een hijskraan of iets anders dat gebouwd is. Het kan eigenlijk van alles zijn. En jij moet dat dus in het klein gaan namaken. Kijk, hier heb je al een voorbeeldje. Ik heb een paar tips voor je. Tip 1. Kijk goed naar bestaande bouwwerken. Hoe zijn die gebouwd? Hoe zit de constructie in elkaar? Dit kun jij in het klein gaan namaken. Tip 2. Als je goed hebt gekeken, dan is jou misschien opgevallen dat er bij die constructies veel gebruik wordt gemaakt van driehoeken. Dat is niet voor niks, want driehoeken zijn namelijk een stuk sterker en steviger dan bijvoorbeeld vierkanten. Dus gebruik driehoeken. Tip 3. Snijd je marshmallows in kleinere stukjes, zodat de bovenkant niet te zwaar wordt en je toren niet omvalt. Aan de onderkant kan je wel weer hele marshmallows gebruiken, zodat die goed stevig blijft staan. En pas op je vingers, hè? Die moeten er niet af. Tip 4. Wees een beetje lief voor jezelf. Want als je dit nog nooit gedaan hebt, dan kun je natuurlijk ook niet verwachten dat je in één keer een dikke pro bent. En tip 5. Snoep niet te veel. Dan word je misselijk. Maar ook zeker niet te weinig. En heb jij een mooie bouwwerk af? Dan maak je goede scherpe foto's. En die kun je dan met mij delen op Instagram. En gebruik dan de hashtag NoordicCR. Heel veel plezier en succes. En maak er wat moois van. Tot op het Noordic. Doeg! Het Noordic. Samen morgen ontdekken.